Wim de Dekker draait goed weg. En de paas komt ook goed. Walfar opkoest met enige ruimte. Achter druk van Moulemo. De voorzet. En nou, oh, Bart Koor doet het met zijn rechter. Bokani nog niet echt in het stuk voorgekomen. Wel een goed paasje naar Traoré. Traoré die botst op Pachowski. Dat was nodig. Een goede kans voor beide teams nu. Sar. Moulemo. Dan maar de lange bal richting Mbokani. Die kopt goed door. En die bal gaat nip naast. Dat scheelde weinig. Milan Jovanovic. Maar sterk in de lucht. Tegen toch ook goed koppende spelers bij Jimena Beerschot. Clément bijvoorbeeld. Daar is hij ook voor gehaald natuurlijk. Jovanovic. De Dekker. Richting Clément. Waarom niet? Goed doorgekopt. Goor. Vastgehouden. En dan het schot van Chelle McDonald. Wat een kans voor Jimena Beerschot. Nog goed afgeblokt. Ik dacht door Mangala. En Jimena Beerschot. Trekt het wat kansen betreft gelijk, zeg maar. Maar Mongolan zit er nog tussen. Jovanovic. Moulemo, weg is weg. Katschreep. Rustig aan. De Camargo vliegt daarop Ivan Leko. De zenuwen staan gespannen, dat mag duidelijk zijn. De Camargo, gaat hij een kaart krijgen? Ja, omdat hij zich niet tijdig aanbiedt. Leko naar de buitenkant richting Arun. Die loopt wat af. Niet zo slecht. McDonald met één man en een goed schot in de draai. Maar Bolat, erg rustig moet ik zeggen. Palmeerse manschappen. We zijn een minuutje bezig in de tweede helft. En Jimena Beerschot het best gestart. Jovanovic. Moulemo, de passeerbeweging maar niet voorbij. Walfar, toch nog een paasje Witzel. Jovanovic, met rechts, met links, met rechts trappen. Ja, dit is het beste. Wellicht wat we na de rust gezien hebben. De wedstrijd zit vast in de vele duels en overtredingen. Beide teams zullen elkaar weinig toegeven, maar dit is de rechter van Jovanovic. Goed paasje, Mbokani. Ondertussen ligt Igor de Camargo. Tegen de mat, aangetrapt door Philippe Clément. Wim de Dekker. Jimena Beerschot probeert eruit te komen. Arun, wat doet hij? Moulemo trapt hem buiten. Ja, terecht. De kaart voor Clément. En ik kan dat best volgen. Had De Camargo goed te pakken. Sharon McDonald. Goed gelegd. En dan... Oeh, la 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 la. Bart Koor, wat een goal. Wat een goal. Buitenkant voet. Net toen ik dacht, hij is een beetje aan het buitdoven. Maar wat een doelpunt. Net voor de 70ste minuut. Buitenkant linkervoet. Goed afgelegd. En Emé Antonis. Blinde darm of niet. Het is nog niet gedaan, zegt Emé. Maar wat een goal. Misschien nu al de goal van het weekend. Wie doet beter dan Bart Koor? 36 jaar. En gaat Standaard die verliezen. We hebben nog 20 minuten. Goed tikken met de kop. Van Sharon McDonald. Buitenkant links. En Sinan Bolat kan er alleen maar naar kijken. Dit is een beauty. Dit is voor de bloemlezing. Iedereen recht hier in het Olympisch Stadion. Standaard moet in de achtervolging. Sar. Sar richting De Camargo. Jovanovic. Jovanovic gaat hem binnentrappen. Ja, 1 tegen 1. Moest ervan komen. De druk was groot. Beerschot achteruit. En dat kan niet natuurlijk. De kleine ruimte. En dan zoeken naar de linker. 1-1. Het is niet onverdiend. Het was minder mooi dan die van Goor. Het duurt misschien. Moeten we nog eens kijken in de herhaling. Hier komt die bal. De Camargo. Jovanovic. We duwen even trekken. Nee, nee. Hij trapt hem netjes binnen. Niks aan de hand. Goed gespeeld van Milan Jovanovic. Met die beheersing binnen de 16 meter. Hier heeft hij even geluk door de benen van Van Doren. En dan de knal tegen de netten. 1-1 staat het in. Jimena Beerschot standaard. Jovanovic. Snel gedaan. Goed gedaan. Krijgt hem terug van Clément. Leggen. Oeh, lala. Wilfried Dalmat. En weer de klasse van Milan Jovanovic. Beerschot ziet alle kleuren van de regenboog.